Oké. Dan kan ik een keuze zijn, die kan ik dan heel moeilijk beoordelen. Maar als jij in één stopt, dan heb je natuurlijk de Grand National, de vliegtuigmotoren, dat soort dingen. Hier hebben wij het vrijdagavond hebben hier staat laten gebeuren met straks nog wel een sport en een supersportklasse en een paar trucjes toe. Morgen is eigenlijk, dan rijdt er geen stamat meer, dan gaan we dan nog net een stapje hebben. Als je dit dan vergelijkt met jouw ervaring in X, is dit dan een nieuwe wereld? Of hoe schat jij dat in? Nou, heel stiekem kijk ik bij de X natuurlijk ook naar de andere wedstrijden, trek en trek op de slim wedstrijden in de buurt. Nou, het is niet nieuw. Alleen dat er een dak boven zit. En 8 jaar geleden is het naar Hoorn geweest, heb ik ook conventie naar beneden gekomen. Ook vanavond in Assen. En echt super 100% complimenten voor de organisatie, voor de RTTO, voor alle deelnemers natuurlijk om hier naar Assen te komen in Drenthe. Dit krijgt in vervolg. Het zou een hele mooie opmaak kunnen zijn voor de wedstrijd bij Exo. Denk serieus. Nou, super om dat zo te horen. En dat is dan gewoon de tweede Drent na Jannes, die er ook gewoon echt een keer aan de microfoon gaat op. Ja, het zijn de twee J's. Jannes, een vriend van mij, is de J in J-show. Jannes en mijn naam is Joop uit Eens. Joop uit Eens. Dankjewel voor je reactie. Dankjewel. Degene die de verste afstand had in de kwalificatie, die...